Goedemorgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Het is maandag 2 september. Ik ben mijn vlijtaglisjes er aan het uithalen. Ze gingen zo in één keer dood. Allemaal. Ik heb ze er mol onderdoor gegraven, dus misschien heeft hij de wattels wel beschadigd. Kijk, daar zit het holletje. Kan nu eerst eens al dit eruit. Tenminste, niet alles, maar wel een stuk. Dat kan hier nog wel bij de prijplantjes. En dan wil ik even kijken of ik het kan afsluiten. Dat die gekke mol er niet meer in kan. Want dan wil ik er misschien nog wel iets van worteltjes in zaaien of iets. Of iets anders. Moet nog maar even kijken wat ik nog heb. Of ik laat hem gewoon leeg. Dat kan ook. Nou, bijna klaar. Dan is dit bed weer helemaal mooi aangevuld. Daar zat van het voorjaar ook een mol in. Dus toen heb ik hier aan het eind heb ik een plantje heel diep erin gedaan. Zodat die mol niet meer eronder op kon. Dan is er ook niet weer in geweest. Dus dat is mooi. Dus zoiets moet ik misschien aan deze kant ook maar doen. Zo. Nou even de gieter. Ga ik even de preiwater geven. Ik wil nog even wat meer zand uit hebben. Dan hoop ik dat die mol straks denkt van, laat maar. En dat hij gewoon niet weer terugkomt. Dat zou wel fijn zijn. Even kijken waar hij erin komt hier ook. Oh, ik heb zo zin in oktober om naar Zweden te gaan. Ja, echt. Gisteren ook nog even op Google Maps gekeken bij dat huis. Wat we zo leuk vinden. En er staat toch een huis naast. Ja, echt. Ik had hem helemaal niet gezien. Het staat helemaal tussen de bomen. Ja, niet de pal naast, maar ja. Nou, misschien ook niet erg als je goede buren hebt. Hè, als je dan een keer hulp nodig hebt, kan het handig zijn. Als we leuke mensen zijn, dan is het goed. Ja, toch? Kijk nou, een padje. Een kleintje. Ik had helemaal geen pad gezien van het jaar. De afgelopen 2 jaar of zo al heel weinig. Terwijl in het begin vond ik er heel veel. Lief is hij. Nou, de prei is mooi aangeaard. Die bak zit nu echt mooi vol. Ja, die geef ik straks direct even water. En hier heb ik gevonden waar hij naar binnen komt. Daar komt hij onderdoor naar binnen. En dan gaat hij dus heel die bak door. En dan gaat hij er hier weer uit. Daar. En dat is waar die mol toen laatst eens een keer uitkwam. Dus waarschijnlijk is hij er weer ingegaan. Ik ben benieuwd of dit helpt. Nou, zo hol je helemaal open. Dus, of hij gaat hem weer helemaal dichtmaken. Het gaat in ieder geval. Of hij verdwijnt nu. Ik hoop dat laatst. Ik heb ondertussen ook de dode bloemen uit de dahlia's gehaald. Ziet er nu weer beter uit. Al die dode bloemen erin, dat lijkt altijd zo, niet zo mooi. Maar ik had dus ook daar 2 tomaatjes geplant. Die ene ertussen, die heel klein bleef in het begin, maar die andere ook. Nou, wat ze nu doen? Echt. Die daar begint helemaal te kruipen. En dat niet alleen. Hij groeit ook hier. Hier door de dahlia heen. Daar komt hij door de dahlia heen. Ja, echt hè? Nou, laat maar gaan. Dat is de natuur. Oh, hij gaat ook nog hier zelfs. Hier loopt hij nog. En die andere, die stond daar heel klein te zijn, die groeit nu ook. Die gaat ook al hier omhoog. Die is al hier helemaal. En die heeft hier al mooi trosje tomaatjes gemaakt ook. En gaat ook helemaal de grind. Ja, bizar hè? Dat krijg je dus als je de tomaten in gang laat gaan. Ja. En mensen willen altijd veel te veel controle hè? Dat is het. Laat de planten lekker hun gang gaan. Ja, de natuur zorgt dat het goed komt. Ja, toch? Oh. Nou zie ik wat moois. Die had ik niet meer verwacht. Die yucca heeft knop. Nu nog. Nee, die had ik echt niet meer aan zien komen. Maar niet erg, laat maar groeien. Deze die had van het voorjaar gebloeid. Maar nu allemaal nieuwe scheuten hierbovenin. Ook wel bijzonder.
Even ertussen. Oeh, uitlopen. Au. Oh, die dingen die prikken zo gemeen, hè? Maar wel mooi, hè? Tja, ik vind het mooi. Die olifantsgras is ook gegroeid. Jeetje. Ik voel je gewoon heel afgeknipt bij de grond, hè? Beetje een ruig bed is dit. Moet ik ook even een keer wat aan doen. En hier stond dus ook zo'n tomaatje die eerst niks deed. Nou, deze houdt het iets bescheidener. Maar die groeit ook. Die maakt ook tomaatjes. Er zit er een. Die is al ongeveer klaar. Er ging van het jaar heel dingen mis. Met de plantjes in ieder geval. Maar ik heb ook wat dingen geleerd. Zoals bij die aardappeltoren. Dat ging mooi. Zo, zet je even neer. En nou ja, die tomaten zo laten gaan. Ja, gaat prima. Ze doen wel een beetje rare dingen af en toe. Maar laat maar gaan. Dat is de natuur. Goedemorgen. Het is dinsdag 3 september. De eerste bezichtiging vandaag. Ja, vanmiddag om 14:15. Ja, best wel zin in. Maar ik doe niet veel vandaag. Echt niet. Jee, wat is het benauwd buiten. Gisteravond was er nog even een dikke storm en bliksemen. Klein beetje regen, dat stelde echt niet veel voor. En nu is het zo benauwd. Oh, ik heb net een klein stukje in de tuin gedaan. Gewoon even wat onkruidjes tussen de plantjes weg. Maar pff, niet te doen. Dus vandaag maar even niks doen. Nou ja, een beetje haken, een beetje lezen, een beetje dat doen. En bezichtiging vanmiddag. Ja, zin in. Ik heb trouwens mijn eerste hondje klaar. Zo. Een liggend hondje. Maar ik heb verkeerde katoen gebruikt. Hij is veel kleiner dan die andere. Dus ik ga nu anders doen. Ik ga zorgen dat ik wat dikkere wol heb. Dat haakt ook veel makkelijker. Want oh, die pootjes. Dat was echt een gefriemel. Dat zijn maar 5 vaste in het rond. En dat was bij deze ook zo. Maar ja, die wol is wat dikker. Dus gaat het net wat makkelijker. En hier heb ik nog een klein stokje in kunnen stoppen. Zodat ze mooi stevig zijn. Dat is bij die hele dunne ook niet te doen. Nou ligt deze. Dus dat is niet zo erg. Hij is wel lief. Het is gewoon een puppy. Maar ik ga dus wat dikkere wol opzoeken. Hoop dat ik dan de goede kleurtjes ook kan vinden. Zag je hem? En dan maak ik ze gewoon ietsje groter. En dan kijk ik even niet naar wat ik nu al heb gemaakt. Maar dan begin ik eventueel maar gewoon opnieuw. Ik heb hem in een mandje gelegd. Dat is wel lief, hè? Ja, hij zag wel leuk. Nou, ik zal eens even zien wat ik allemaal heb. Het hoeft ook weer niet super dik misschien. Ik denk dat ik iets dikker doe, dat het ook allemaal wat makkelijker gaat. En het hoeft ook niet allemaal dezelfde wit natuurlijk. Ik denk als ik een beetje van deze dikte kan vinden. Wat moest ik nog meer? Zwart natuurlijk. Zwart, zwart, zwart. Dit zwart. Ja. Moet wel ongeveer dezelfde dikte vinden natuurlijk. Hè. Heb wat gevonden. Alleen, nou moet ik wel een grotere bak hebben. Het past er niet meer in. En dan moet mijn boekje er nog bij. En de oogjes en de haaknaald. En nou ja, alles wat ik erbij nodig heb. Dus ik moet even een grote bakje zoeken. Maar, nou ja, het is niet allemaal perfect. Maar ik wil ook geen nieuwe gaan kopen, want ik heb zoveel. Dus ik ga hier gewoon wat van maken. Gaat vast wel lukken. Er zit ook iets bij, dat is net even wat dunner. Ja, dan moet ik die maar dubbel doen. Niet handig, maar... Ik ga het je nog even van dichtbij laten zien. Dat zijn de kleurtjes. Wit en een beetje kremig. Donkerbruin. Dit kan voor oortjes, of dit kan voor oortjes, de binnenkant. Nou, die twee kleurtjes. Deze is wat dunner, dus die moet dubbel. En deze zal ook dubbel moeten.
een kistje gevonden. Daar hadden de kookboeken in gestaan. Dus daar kan hij wel mooi in. Ruim genoeg. En dan moet ik nog een goede haaknaald erbij zoeken. Want die ik nou heb gebruikt, is dan veel te dun. Een steekmarkeerder. De boekjes. De oogjes. En ik heb hier ook nog een paar neusjes. Dus misschien kan ik die ook wel gebruiken dan. Nou, zo dan. Mooi. Ga ik haken. Nou, ben ik klaar voor je. Het is nog geen kwartier meer. Dan begint het. Ik heb het huis nog even weer voor. Ga even een keer goed bekijken. Schrijf nog even een keer goed lezen. Eventuele vragen opschrijven. Ik heb mijn boekje erbij. Daar heb ik vorige keer ook aantekeningen in gemaakt. Een pen en een kopje thee. Nou, ik duik er nog even in. Dat ik goed voorbereid ben. En dan laat ik je straks even wat beelden zien van de bezichtiging. Niet de hele bezichtiging, maar gewoon even een paar stukjes. Ik denk dat je een stukje haalt. Ik ga van de natuurlijke plaats met de maan, anders kan je lang. Je gaat treffen met je aanbevolingen. En ik denk dat je haalt. Je gaat snukken voor dat film. In de dorp in de zon. Die zijn nu, zoals ik ga zien. Aan wat? Je ziet op de douche, lees in de. Köket är idag handikappsanpassat, så det är egentligen det som är gjort sen huset byggdes och uppdateringar i köket. Har vi ett allrum direkt när vi kommer upp för trappen. Och så har vi två sovrum till vänster och så har vi ett till större sovrum här till höger. Så jag tänker att vi tar och börjar kika in. Vi har här också utgång till balkongen. Även bakom dörrarna här. Vi har även kattvind som ni kan se här. Så har vi två lite mindre sovrum på andra sidan av våningen. Möjlighet att göra ordning till ett stort om man istället önskar det. Då har vi två identiska men spegelvända. Den högsta i den högra dörren. Mitten dörren, där har vi garage. Det som ni kan se är ut en platta. Och el finns även indraget. Vi har en golvbull. Och så har vi lite förvaringsmöjligheter även här. Baksidan av huset. Här har vi förvaring längs hela garaget, hela vägen bort till andra sidan där det också finns en dörr. Långsmalt förvaringsutrymme även där, hela vägen bort till andra sidan. Samma utrymme här då. Så vi kikar på. Nou, je hebt wat beelden kunnen zien. Ik heb alles kunnen zien. Nou ja, alles. Ik heb gezien dat het niet gaat worden, denk ik. Raymond wil hem ook nog even zien, zometeen. Maar ja, het onderhoud laat wel wat te wensen over.
Nou is dat op zich ook niet zo erg. Maar ze vertelde ook nog dat de afloop, het riool en dat soort dingen is niet meer goed. Dat moet waarschijnlijk ook vervangen worden. Nou, nee dankje. Dat gaat behoorlijk wat kosten natuurlijk. En ja, het is toch net, nee, niet wat wij zoeken, zeg maar. Die rommel in die schuren, nee, dat vind ik dan wel weer leuk, om daartussen te kunnen snuffelen. Maar ja, dan zit je wel met rotzooi van de handen dat je weer op moet ruimen. Nou is dat daar vrij normaal, dus het kan best dat dat sowieso wel gebeurt. Maar ja, ik heb nu wel een betere indruk van het huis. En ik denk niet dat dit een huis is dat wij willen. Raymond gaat straks ook nog even kijken, zoals ik al zei. En ik denk dat hij hetzelfde gaat zeggen. Geeft niks. We zoeken vrolijk werk. Morgen weer een bezichtiging. Goedemorgen. Het is woensdag 4 september. Ik heb zo net even wat in de tuin gedaan. Oh, het is zo benauwd, hè? Nee, ik doe niet zoveel vandaag. Helaas. Ik ga jou even laten zien wat ik gedaan heb. Dit is het eerste of laatste bed. Het is maar net hoe je het bekijkt. En ik heb hier het onkruid even uitgehaald. Hier stonden nog wat stokken met bonen. Nou ja, die bonen, dat was dood. Of het was helemaal niks geworden. Dus die heb ik maar gewoon uitgehaald. Er staan hier nog twee komkommersplantjes. Die doen het wel. Daar zit een komkommer. En aan deze kant zit een komkommer. Dus die blijft mooi staan. Er staan wat rode bietjes. Die laat ik nog even staan. Ja, dit lijkt toch wel weer beter zo. Ik wil ook alle bedden hier eens een keer door. Maar één bed per dag. Ja, ik vind het ook best wel frustrerend. Ja, echt. Het voelt, nou ja, als je gewoon zo buiten staat, dan voelt het wel oké, zeg maar. Maar zodra je gaat bewegen, oi, oi, oi. Ja, echt. Nou is genoeg geklaagd over het weer. Ik lijk wel zo'n Nederlander. Nou, oh, het bloemenbed gaat echt mooi nu. Ja, joh. Echt, hè? Wordt het toch nog wat? Ja. Nou, ik ga even binnen wat doen. Ik zit nog wat was. Ik denk dat ik dat maar binnen aan wat. Het spettert ook af en toe een heel klein beetje. Nou ja, een droogte was ook niet. Dus dat ga ik dan maar binnen hangen. En dan straks weer een bezichtiging. Ja. Dit huisje, daar heb ik wel wat meer. Ja, die vind ik wel leuker als die van gisteren. Het staat ook op een mooie plekje. Dit zou ook nog maar eens een kandidaat kunnen zijn. Dus we gaan het zien straks. Uiteraard laat ik je ook weer wat zien. De bezichtiging zit er weer op. Dit was wel een hele lange trouwens. De andere waren ongeveer 10, 12 minuten. Deze die was 20 minuten. Ik ga je wat dingen laten zien. En dan vertel ik je wat ik ervan vond. Ze gaan weer doen weerboer dan. Rimlig zo dan. Och sedan har vi en del förrådsutrymmen som vi når här ifrån gaven. Så första dörren här har vi ett utrymme med brädgolv. Och hyllor längs väggarna. Det är en gammal gjutning på golvet. Det var egentligen de övriga byggnaderna som vi hade här på fastigheten. Jag kommer att passa på att gå ett varv utvändigt nu. Innan vi rör oss in i huset. Filma fasaden från alla håll. Det är ett gammalt hus som ursprungligen är byggt på slutet av 1800-talet. Så det är ju torpargrund med delvis jordkällare under. Vi har ett plåttak som var ganska svårt att se från det här hållet. Det ser ju bättre inifrån istället.
kommer upp här mot entrén så har vi till höger en inglasad altan där vi har stora öppningsbara partier, både här där man går in men även inåt då mot tomten. Här är en jättemysig plats att sitta på om det är lite sämre väder ute. Och det här huset är ju lite speciellt i och med att det har blivit ombyggt, om jag inte missminner mig helt, någon gång på 60-talet. Där man tog bort den invändiga trappen för att kunna få ett badrum inne i huset. Och därav så når man ju mer det övre planet via den här utvändiga trappan. Ända sporadiskt när man har haft gäster som har sovit över. Så här finns det ju ett stort allrum direkt när man kommer upp. Trägolv, träpanel är det ju. Finns ju gott om plats för ytterligare förvaringsmöbler om man vill. Nu har man lite krokar här in mot ingången till köket. Och sen då lite platsbyggda hyllor här bakom draperiet. Då har vi då det här badrummet som byggdes på 60-talet. Som sagt då för att man ville ha ett badrum inomhus då. Fanns ju inte ursprungligen i och med att det är ett gammalt hus. Det var ju då man tog bort den invändiga trappan då till förmån för det här. Och sist men inte minst så har vi ett sovrum här. Så har vi ett kök. Där vi har en bakugn och en köksspis här till vänster. Eller höger menar jag. Förlåt. Kyl och frys. Massor med skåp, bänkyta där längst bort. Och sen då spis, fläkt och diskmaskin. Och i den här. Jag blir lite beeldig kunnen zien. Ik denk dat het huis wel mogelijkheden heeft. Alleen het grootste nadeel vind ik dat de trap buiten zit en niet binnen. Ja. En boven is het ook best allemaal wel krapjes. Er zit, ik heb een klein stukje laten zien dat je binnenkomt daarboven. En dan zie je een muur waar de deur zit naar een andere kamer nog. Zie je twee stukjes open. Dat zijn dus deuren. En die makelaar die vertelde, het was op haar okselhoogte die deuren. En zij was niet heel groot, zei ze. Dus... Ja, dat is niet heel handig. Dus ja, de tuin is wel weer heel mooi. Heel ruim. Een stukje van het bos hoort er ook nog bij, wat ernaast ligt. Dus ja, dat is dan wel weer mooi. Het is ongeveer 5000 vierkante meter. De plek op zich is ook wel mooi, een rustige weg. Er staan nog wel wat meer huizen, maar lekker ruim. En... Ja... Ik denk dat we in Zweden zijn, we er gewoon langs moeten gaan. Gewoon, zonder makelaar of zo, maar gewoon even de buurt bekijken. Even, hoe ziet het er dan in het echt uit? En als het ons dan echt nog wat lijkt, dan kunnen we altijd nog contact opnemen met de makelaar. Maar ik ben bang... Ja... Je kan het natuurlijk verbouwen en alles, maar dan... Ja, nee. Ik twijfel hier nog een beetje over. Ik laat het nog wel in mijn lijst staan. Raymond, die kan ook nog even weer kijken als die uitgewerkt is. Morgen en overmorgen heb ik weer een bezichtiging. Zie je die in de volgende vlog. Laat ik je daar ook wel weer wat van zien. Ik wil je voor nu bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag in die volgende vlog.